Op plassen onder de douche, daar rust een taboe. We gaan er niet eerlijk mee om, we vertellen het eigenlijk liever niet. Maar eigenlijk zou het heel gezond zijn om het wel te doen. En ook een hele goede besparing voor het milieu. En wij van Strapra vragen op de markt of mensen eerlijk zijn en gewoon zeggen dat ze onder de douche plassen. Jawel, ja. Ik denk dat iedereen dat wel eens een keer doet. Maar wat heeft dat met waterbezuiniging te maken? Ja, dan hoef je niet nog apart naar het toilet en dan spoel je weer 6, 7 liter water door. Oh, zo is dat de reden. Oké, ja, nee, daar heb ik nooit aan gedacht. Dat is niet mijn reden. Nou, je hoeft toch niet onder de douche. Ik heb een plaat naast elkaar staan, dus dat hoeft niet. Maar ja, maar goed hoor, we hebben water zat. En ik begreep laatst dat de PWN had wat uitgevonden. Dat zou miljoenen opleveren. Ik denk dat we bijna gratis water kunnen krijgen van ze. Dus dan hoeven we niet meer onder de douche te plassen? Nee, dat doen we helemaal niet. Nee, eigenlijk niet, nee. Onder de douche niet, want dan wordt het een beetje stinkerig. De voor of de na? Ja. Ja. Dat is dan bespaard, doortrekken van de wc. Nee. Nou ja, weet je, ik let er eigenlijk niet eens op. Misschien gaat het automatisch dat je dit doet. Zou kunnen. Altijd. Altijd. Nou, bezuinigt wel. Nou, nee, daar gaat het niet om. Het is gewoon aandrang als je al dat water over je heen krijgt. En dat gaat zo. En mijn vrouw niet. Want die gaat altijd zitten. Nee. Nee, ik ook niet. Nee. Helemaal niet? Nee. Helemaal niet. Nee. Zeker. Ja. Ja. Ik zit daar even over te denken. Ik denk misschien wel altijd. Nou, of heel vaak. Ja, zeker. En ik trek ook lang niet altijd door. En ik ben bezig. Ik wil graag met regenwater de wc spoelen en niet met drinkwater. Ik douche overigens niet iedere dag, dus dan plas ik gewoon op de wc. Nou zeg, uiteraard niet. Nee hoor, uiteraard niet. Nee, echt niet. Oh, vreselijk. Het schijnt gezond te zijn, maar... Nou, ik heb me al even gezongen, dat weet je. Zo 3 keer per dag, maar nee. Nee. Oh, vreselijk. Nee. Nee. Nee, echt niet. Nee. Nee, dat gaat. Dat ging zo'n beetje smerig. Je eigen piezetje een beetje aan je tenen zitten. Nee, dat gaat er bij mij even niet in. Maar ik ben wel zo, als ik de pot ernaast ga en ik ga naar de wc en ik moet plassen, dan doe ik wel zo snel mogelijk als het weggespoeld is. Dan druk ik weer op de stop van stoppen nu met water. Want ik hoorde gisteren op de televisie dat als je naar de wc gaat, dat je zo'n 6 of 8 liter nodig om het plassier weg te spoelen. Nou, dat vind ik ook wel een beetje overdreven hoor. Nee. Enkele keer moet ik eigenlijk zeggen, ja. Ik heb het gelezen dat eigenlijk wel kan, ja. Maar nee, normaal ga ik toch even op de toilet, ja. Nee, ik vind het smerig.